De deal was eigenlijk al beklonken, maar er moest hier op het VN-hoofdkwartier nog wel even over gestemd worden dat ons land vanaf 1 januari een jaar lang in die felbegeerde Veiligheidsraad plaatsneemt. Met alle spanningen in de wereld, in Syrië, Noord-Korea en het presidentschap van Trump, schuift ons land aan tussen de grote jongens van de wereld, zoals Rusland, China en Amerika. The result of the voting is as follows. Netherlands, 184. Wat zeggen andere landen tegen u? Wat er van Nederland verwacht? Nou, ik merk wel dat mensen bezorgd zijn over hoe het nu internationaal gaat in de wereld. Ik heb het gevoel dat er te weinig wordt samengewerkt, dat er te veel landen hun eigen korte termijn belangen voorop zetten. Dat het multilaterale systeem, zoals dat mooi heet, dus zo'n systeem als de Verenigde Naties, wel best een beetje in crisis is. En ze verwachten van Nederland als een land dat vrij pragmatisch internationaal is. Dus we zijn geen gekke Henkie, maar we zijn wel bereid om gezamenlijk problemen van klimaat, van vredesoperaties, van migratie, conflicten in de wereld om die te bespreken. Daar verwachten ze wel veel van. Dan zag ik u even praten met Nikki Haley, de ambassadeur van Amerika. Hoe gaat dat soort samenwerking in uw ogen als Nederland in die Veiligheidsraad? Het is heel belangrijk dat we in de Veiligheidsraad ook met de Verenigde Staten samenwerken. Uiteraard staan we nu op een moment dat er wat twijfels bestaan over die internationale samenwerking. Ik vind dat een risico van bezuinigingen van de Verenigde Staten op de VN. We hebben gisteren gezien het toch wel historisch, wat mij betreft, foute besluit om uit het klimaatverdrag te gaan. Dus er is wel genoeg te bespreken. Dat betekent niet dat Amerika niet natuurlijk ook een partner blijft. Oh, we're very excited. We look forward to working with Netherlands. They're going to be a very valuable member on the Security Council, and we expect the U.S. and Netherlands to only get closer. What do you expect from them exactly this year, well, coming year? We'll have a partner. You know, we've got a lot of issues we have to work on, whether it's Syria, whether it's North Korea, whether it's the peacekeeping missions, and so we need as many allies and friends as we can get to move things to a more protected and safe area. So we'll try and do that. Vindt u het zelf niet, u bent heel begaan met de VN, de PvdA gaat waarschijnlijk niet mee doen in een nieuw kabinet. Vindt u het zelf niet zonde als minister om dit komende jaar niet mee te kunnen maken op die manier? Ja, een beetje wel. Dat moet ik eerlijk zeggen, omdat dit het is heel ingewikkeld werk in de Verenigde Naties. We hebben heel hard campagne gevoerd, ook met het hele goede team dat we hier hebben. Maar nu gaat iemand anders gelukkig, hoop ik, de bal in het doel schieten. En zo gaat het in een democratie.